dit doet mijn anus nu ik heel veel Mexicaans heb gegeten. Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag hebben we heel veel geluk, want kijk het weer. Geluk? Jazeker, want er was helaas regen voorspeld voor vandaag, maar er is nog geen druppel gevallen. Super chill en het klaart zelfs een beetje op. Dus we hebben het mee zitten, maar vandaag is de matchday Napoli-Juventus. Vanavond om 9:15 begint dat. We hebben natuurlijk hartstikke veel zin in. Mijn vader en ik gaan erheen, mijn moeder blijft dan op de hotelkamer. Maar voordat de wedstrijd begint hebben we natuurlijk nog een hele dag om te gebruiken hier in Italië. Wat we gaan doen is naar deze vulkaan. En ik heb er geen idee waar ik heen wijs, volgens mij wijs ik goed. Wat gaan we daar niet heen? Daar gingen we heen, zei je? Nee. Vulkanische activiteit. Over eieren. Oh, ik weet al wat ze bedoelen. Dat is een plekje waar nog een beetje lava uit de grond komt en waar het zo warm is dat je de warmte door je voetzolen heen voelt. En deze auto hebben we voor vandaag gehuurd. Het is een Ford Fiesta. Het is gewoon 20 graden. Stel je voor dat de zon zou schijnen, hoe warm het dan zou zijn. Maar nu gaat het komen. Mijn vader moet gaan autorijden in Napoli. Nou, voor de mensen die ooit in Napoli zijn geweest, het is echt chaos met scooters en auto's hier. En ik kan al merken dat de wegen hier best wel hobbelig zijn. Ja, kom ik niet doen, mama. Vulcano Solfatara. Het was een kort ritje en hier zie je Solfatara. Dat is de naam van dit vulkanische gebied. En het stinkt hier, maar het is niet zo erg als die stank van die man gisteren in de boot. Het ruikt echt mega erg naar rotte eieren en er wonen hier gewoon mensen. Kan je nagaan? Zit je de hele dag in de stank. Kijk eens aan, dat is nog eens een vulkanische krater. En daar in de hoek zie je al wat rook en ik zie ook vuur. Of het is lava of het is vuur. Dat is een aardig kratertje, kan ik je vertellen. Je ziet hier rook uit de grond komen en daar heel veel rook uit de grond komen. En hier is het helemaal afgezet, dus daar zal het wel gevaarlijk zijn. Daar zou je niet mogen lopen. Maar zullen we naar beneden gaan? Ik wil eigenlijk wel even in de lava springen. Dit hele stuk is afgezet omdat er één hele grote modderpoel is. En ja, modder is niet heel erg, maar omdat het zo super warm is, is het afgezet. En nu ligt het bijna helemaal droog. En dat komt waarschijnlijk omdat er heel veel modder uit is gehaald, omdat het genezende kracht heeft. Er zit hier ook een soort spa/oord in de buurt die de modder hiervan wint en die dan ja, op mensen smeert. Ja, de modder is dus gewoon heel goed voor je huid, maar mijn vader die roept me, want hier komt nog een beetje modder uit de grond. Kijk, je ziet hier allemaal modder borrelen. Wow, ik dacht van een afstand dat het lava was, maar het is een soort oranje rare schimmel op de stenen. Wat? Hoor dat geluid? Het lijkt wel een soort barbecue die te hoog staat. Nou, dit doet mijn anus wanneer ik heel veel Mexicaans heb gegeten. Om jullie een idee te geven hoe het ruikt naar net afgestoken vuurwerk, eigenlijk een beetje buskruid, samen met rotte eieren. Wow, dit gat is nog groter. Oh, dat zijn meerdere gaten, echt 4 gaten of zo. Er komt echt mega veel stoom uit. Wow! Het begint dus hier met 1 gat en als je dan doorkijkt zitten hier echt 4 gaten. Zit daar nog en daar en steeds hoger eigenlijk. Deze hele berg zit vol met gaten waar allemaal rare stoom uitkomt. De grond zou hier wel nog warmer zijn, denk ik. Zo! Voel de grond hier! Heel warm, echt heel warm. Oké, de wind blaast nu de stoom weg en nu kan je heel goed zien hoe erg dit op lava lijkt. Van een afstandje leek het super erg op lava. Er gaat gewoon een vent tussen staan, die zal wel van het park zelf zijn. En dan neemt nu iets mee. Hij heeft iets gebarbecued. Hij heeft iets gebarbecued! Hij heeft gewoon op zo'n gat gezet of zo. Oh, oh. Etenstijd, etenstijd. Iedereen staat met bordjes. Zo. Voelt zo raar als die stoom over je heen komt. Dan wordt die geur van die rotte eieren super sterk. En je kleren worden gelijk helemaal nat en vochtig. Voelt echt super raar. Maar ze gaan nu eten, zie ik. Chicken. Is het chicken? Ja. Oké. Ja, thank you. Eet smakelijk dan maar, dames en heren. Iedereen krijgt hier lekker kippetje. En ze zijn allemaal helemaal blij. En hier, je hoort ze ook schreeuwen. Geweldig dit. Echt een heerlijke cultuur hebben die Italianen. Sorry? Not like paling, nee. Ik wilde net zeggen dat de kip lekker was. Maar hij zegt, ja, dat is niet zo lekker als paling. Ik heb hier gewoon champagne gekregen. Volgens mij is hier de leeftijdsgrens voor alcohol 16. Nou, ik ben nu 17, dus proost. Ze geven hier gewoon wijn aan me. Ze weten mijn leeftijd niet eens. Ze geven het gewoon. Doen ze niet zo moeilijk over. Dus nou, proost. In Amerika heb je ook een park genaamd Yellowstone. Dat is de grootste ondergrond. Onze vulkaan ter wereld. En die vulkaan gaat ooit nog een keer uitbarsten. Ze weten niet wanneer. Dit kan over 2 weken zijn, maar dit kan ook over pas duizenden jaren zijn. Maar als dat gebeurt,
dan ligt de helft van de wereld bedolven onder de as van Yellowstone. En je kan daar nu ook gewoon heen. Yellowstone is een nationaal park. Je kan daar heel veel dieren zien, hele mooie natuur. En ook dit soort rare soort gijzerachtige dingen. De natuur blijft toch bizar, jongens. Het is wat. Wat was dat even gaaf om te zien, zeg. We zitten nu lekker aan een bakje koffie en ik heb een Magnum genomen. Een witte, heerlijk. Bijzonder weer om te zien. Maar wij gaan even lekker genieten. Dan gaan we zo de journey hervatten. We hebben net aardig lang gereden op zoek naar een meer. Eenmaal toen we bij het meer kwamen was er eigenlijk helemaal niet zoveel aan. We zijn inmiddels maar terug naar huis gegaan en het is tijd om te gaan eten, onze maag te vullen en te gaan naar Napoli, Juventus. Ja, 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 we zijn onderweg hoor. Voor je het weet zijn we onderweg. Yes. Ja, Juventus-Napoli jongens, het gaat een hectisch potje worden. De Italianen zijn natuurlijk super fanatiek. En we gaan vroeg omdat dat ons aangeraden werd. Omdat er vaak heel veel file staat, want er moeten natuurlijk duizenden mensen heen. Dus één grote kraker. Juventus staat eerste en Napoli staat derde. Dus voor Napoli is het eigenlijk van groot belang, want Juventus staat zo dik bovenaan. Die worden toch waarschijnlijk kampioen. Maar voor Napoli om tweede te worden, moeten ze het eigenlijk wel winnen. En ja, het is natuurlijk gewoon een kraker. Dus het wordt een hectische wedstrijd. We hebben er super veel zin in. En wat ik net al zei, we gaan lekker vroeg. Daardoor kunnen we ook in de shop gaan kijken. En misschien kan ik nog wel een Napoli shirtje scoren. Dat wil ik eigenlijk wel heel graag. Een beetje als aandenken aan Italië. Want het is altijd wel leuk om een soort van souvenir of aandenken mee te nemen. En ik denk dat ik dat ga doen door middelen van een shirtje te kopen eigenlijk. Als een gek rijdt de taxichauffeur weg. Want we zijn al afgezet 200 meter van het stadion. Dat komt omdat bij het stadion is het zo druk, zei de taxichauffeur, dat we hier maar worden afgezet. Dus het laatste stukje moeten we lopen. Ja, ja, ja hoor. We zijn er. Wat een groot stadion. Kijk eens wat een politie. Hier twee busjes en een wagen. Hier zo staat een politiewagen. Daar zo twee. Er staan hier nog vier auto's. Het is ongelooflijk, pap. Weet je één ding zeker? Als er een vechtpartijtje is, dan duurt het niet lang. Nee, dan is er gelijk politie bij. Ja. De wedstrijd begint pas over 2 uur. En iedereen staat hier al in de rij. Iedereen is er al. Echt, die Italianen zijn fanatiek. Staan ik allemaal met fluitjes zo. Tu, 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 tu. Kijk, dit is de Carabinieri. Dat is een soort van de militaire politie van Italië. Kijk hoeveel er staan op een rij. Het is echt veel politie. Ook gewoon niet alleen hier, maar ook op straat. Ja. Je kan Nederland echt een voorbeeld aan nemen. Ze zitten niet binnen. Nee. Wat we zojuist weer meemaken, kijk dit. Een fluitje krijgen we. Die zegt, Higuain, Higuain, fut, fut. Wat er dus is, Higuain is vorig jaar van Napoli naar Juventus gegaan. Nou, nu speelt Napoli Juventus. Ze gaan speciaal aan iedereen fluitjes uitdelen om Higuain uit te fluiten. Wat een gekke werk. Maar we zijn nu even onze ingang aan het zoeken. En het is echt geweldig. De sfeer zit er zo lekker in. Echt heerlijk, ik hou van dat soort sfeer. We zijn in het stadion aangekomen. Ik heb een Napoli petje gekocht, geen shirtje. De kwaliteit is een beetje minder van de shirtjes. Dus heb ik maar een petje gekocht en holy shit, wat een chaos. Iedereen is hier echt macho, echt een haantje, maar het is echt geweldig. Ja. Het hoort er ook wel een beetje bij. We hebben hier twee hele toffe supporters achter ons waar we net mee hebben gebabbeld. En let op jongens, wat een stadion. Het is geweldig, het zit helemaal vol met supporters. Ik blijf eraan aangekeken worden dat ik vlog. Het boeit me nul. Ik vind het geweldig, ik wil dit met jullie delen. We doen het gewoon. En we gaan ervoor zitten jongens, let's do this. Hard geluid hè? Yes.
was echt ongelooflijk. Dit is iets wat ik echt nooit ga vergeten. Ik ga sowieso woorden tekort komen en ik ga sowieso dingen vergeten te zeggen. Maar het begon allemaal dat we aankwamen daar voor het stadion. En sowieso was bijna iedereen was gewoon een man. Er waren heel weinig vrouwen. Af en toe een gezinnetje hier of daar met kinderen en een vrouw. Maar het was bijna, het was gewoon één dikke macho cultuur. Op een gegeven moment gingen we in de rij staan om onze kaartjes af te geven en naar binnen te gaan. We moesten ons legitimeren. En we lopen binnen. We gaan eerst langs één dikke beveiligingmuur. Want eerst stonden er mensen die kaartjes checkten en je ID. Dan stond er bewapende polities met echt dikke vuurwapens. En toen moest je nog eens langs een paar mensen die je tickets checkten. En die pluchten ze in een of andere muur. En dan ging een hek open en dan kon je dan doorheen. Maar terwijl wij hadden ingecheckt, komen we in het stadion zelf terecht. Er stond natuurlijk hele grote hekken om mensen buiten te houden. Dus zodat je een kaartje moet kopen, dat je er niet gratis in kan. Jullie snappen het. Maar ze klommen gewoon over de hekken heen. Hekken van 4, 5 meter hoog klommen ze op. En op een of andere manier kwamen ze er gewoon overheen. Dus daar begon het dan mee. En wij dachten, wat een chaos is het hier. Waarom daar zo'n strenge bewaking als hier? Het is zo makkelijk overheen klimmen. En toen gingen we zitten. Nou, er werd gelijk opgemerkt dat wij buitenlanders waren, mijn vader en ik. Maar ik werd er wel heel leuk bij betrokken, omdat ze zagen dat ik aan het vloggen was. Dus ik hoop dat jullie een beetje hebben mee kunnen genieten. Het was zo ontzettend lijp. Het was echt lijp. Bijzonder. Die mensen, hier is passie echt hun ding. Het is het gesprek van de dag en hartstikke leuk. In ieder geval mensen, mochten jullie nou ook heel erg genieten van mijn video's, vergeet dan zeker niet te abonneren. Ik zie dat heel veel van jullie kijken, maar niet abonneren. Jullie weten dat het gratis is. Jullie weten dat je er niemand kwaad mee doet. Dat je alleen maar mensen blij maakt. En dat je mijn video's ontvangt en dat je mij blij maakt. En ja. Oké, we stoppen met dit standaard YouTube praten. In ieder geval dames en heren, laat hier beneden weten wat jullie vonden van deze video. Ik ben heel erg benieuwd. Morgen zie ik jullie weer. En dan ga ik het nu toch echt maar zeggen, dames en heren. Tot de volgende video. Yo, Percocet.